presenteren is leuk, zingen is leuk. Wat heeft voor jou nou dan toch de overhand? Ja, ik vind dat heel lastig. Ook elke keer word ik. Het gebeurt ook elke keer dat je weer wordt gevraagd voor een nieuw programma om iets te doen. En dan zeg je, nou, dat doe ik dan. En dan doen we het daarna weer even wat rustiger aan. Maar dan komt er weer een leuk programma. En dan kun je weer geen nee tegen zeggen. Ja, en dan blijf je daar een beetje in doorgaan. Dus zolang dat zo gaat, moet je eigenlijk heel blij zijn, toch? Want je bent gewoon continu aan het werk. En ik zie het wel allemaal. Ik zou ook niet willen kiezen. Ik vind allebei leuk. Dus ik blijf het ook lekker allebei doen. Als je dan zelf een programma mag kiezen waarvan je denkt van, nou, dit zou ik nog graag een keer willen doen. In ieder geval een programma waarvan ik niet lang van huis ben. Dus Wie is de Mol, Expeditie Robinson, dat wordt helaas allemaal nee. Wat ik wel heel leuk zou vinden, is bijvoorbeeld ooit een soort spelprogramma te presenteren. Dat je dan een teamcaptain bent of hebt, weet je, zoiets. Ja, dat lijkt me nog wel leuk. Ja, ik wil wel een mooi concert geven voor mezelf. Dat echt mensen voor mij naar het concert komen en niet een onderdeel van... bent. Want natuurlijk is het mooi dat je uitgenodigd wordt op mooie concerten en dat je daar deel van uit mag maken. Maar het is natuurlijk mooier. En het hoeft allemaal nog niet echt met duizenden mensen. Maar al is het maar iets van een theater of iets dat je dan toch kan laten horen wat je zelf heel graag wil doen. Want vaak met theaters doe je natuurlijk uiteraard je eigen liedjes, maar ook wel eens liedjes van anderen. Wat ik zelf heel mooi vind, waar ik mee ben opgegroeid bijvoorbeeld. Of, ja, dan kan je toch je stem even wat anders laten horen aan de mensen. En dat zijn wel de dromen waar je van droomt. Maar door pakken. Ja, het is gewoon, het zijn momentopnames. Het zijn stappen die je maakt en je moet niet te hard van stapel lopen. Je hebt natuurlijk allemaal dromen en natuurlijk stip het een beetje uit van, hè, waar wil je staan binnen nu en 5 jaar? En daar ga je naartoe werken. Ja, het zijn ups en downs in het muziekwereld. In elke wereld, Toch? Wereld, ja. Maar je doet het met kleine stapjes. Ja, Wesley Kleine.